Hey, vet dat je weer kijkt. Ik ben lekker op de Veluwe zo. Even een avondje een beetje op zoek naar beesten. Het begint wel goed. Direct al een grote roedel van ruim 30 edelherten. Hier ze stonden. Echt fantastisch om te zien. Echt een hele grote groep. En je ziet ze wel vaker in grote groepen samen. Maar toch blijft altijd een heel indrukwekkend gezicht als je ze dan zo ziet. Ze stonden ook heel erg om zich heen te kijken. Zo van, wat gaan we nu doen? Waar gaan we heen lopen? Wat ik eerder ook al zei in een andere video over dat zekere. Dat er altijd een paar zijn die op de uitkijk staan. En vrij snel daarna ook nog een aantal wilde zwijnen die het veld overstaken. Dus de avond is wel goed begonnen. Ik ben benieuwd wat de rest van de avond brengt. Dat is leuk, we hebben net een onofficieel Hooglander badhuis ontdekt. We gingen even lekker in bad allemaal, het zal een beetje relaxen. Ik had het een keer eerder meegemaakt, dus toen zaten er nog twee Hooglander stieren die zaten met elkaar te roepen in van de poelen. Nou, dat was toch ook wel indrukwekkend, maar dit zag er ook wel heel leuk uit. En een wit Hooglander kalfje. Dat zie je ook niet zoveel. Deze die is gewoon helemaal wit geboren, dus het wordt waarschijnlijk ook gewoon een witte Hooglander in plaats van het het zwarte wat ze soms een beetje hebben, maar vooral ook het rode. Dat is ook wel heel bijzonder om te zien. En ook de eerste damherten van de avond. Een klein uitstapje gemaakt met de Loenermark. En daar stonden we dicht tegen de bosrand aan. Die was er bijna voorbij gelopen. Dat zie je vaker 's avonds nu. Dus dat ze dan gewoon rustig ergens op een veld staan te grazen. Maar ja, je moet wel opletten op ieder kleurtje wat afwijkt, ieder vormpje. Want je kan er echt rustig zo voorbij lopen en denken, oh, ze zijn alleen maar struiken. Maar mazzel, damherten. Flink zwijnen. En het grappige is, er staat hier wel een hekje waarschijnlijk om een beetje erfscheiding aan te geven of iets dergelijks. Tussen twee natuurgebieden. En het is dus wijzig niks aan de hand. Je hebt er zo onderdoor. Flinke beesten. Nou, kwamen we weer dezelfde roedel Eduard tegen als die van het begin gezien hadden. Gaaf man. Iets van 30 van die dieren die dan allemaal bij elkaar in één roedel lopen. Heel indrukwekkend om te zien. Het is ook mooi om te zien hoe er altijd wel een paar weer op de uitkijk staan. Die je dan op een gegeven moment door hebben. En dan zie je ze op dat veld, zie je allemaal van die bruine vlekjes en allemaal van die witte kontjes die op een gegeven moment naar je toegekeerd staan.
Ja, dat is een mooie afsluiter. Groepje damherten, groep edelherten. Echt fantastisch. Heel erg mooi afsluiten vanavond op die manier. We hebben veel vette dingen gezien. Wilde zwijnen die hier gewoon lekker aan zitten te kijken. Grote groep edelherten, damherten. Erg mooi. Maar nu is het tijd om naar huis te gaan. Want de zon die gaat langzaam onder. Het begint ook weer fris te worden. We gaan lekker naar huis toe. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. En ik hoop ook dat jullie de volgende keer weer kijkt. Zie je dan. Tot de volgende keer. Doei doei.